Maandag kwam er heel droevig nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een danskamp in het Engelse stadje Southport worden kinderen en begeleiders aangevallen door een jongeman met een mes. 3 meisjes tussen 6 en 9 jaar zijn gestorven. 8 andere kinderen en 2 volwassenen raken gewond. De mensen in Southport leggen bloemen neer bij de plek van de aanval en komen samen om de slachtoffers te herdenken. De meeste mensen zijn vooral geschrokken en verdrietig. Gelukkig is zo'n aanval heel uitzonderlijk in het land. Maar een groep mensen is zo boos dat ze op straat komen en van alles kapot maken. Ook in de hoofdstad Londen kwamen duizenden mensen protesteren. Ze gebruiken geweld tegen de politie en zo'n 100 mensen zijn opgepakt. Deze mensen zijn tegen de islam en vinden dat het Verenigd Koninkrijk strenger moet zijn voor wie nieuw is in het land. En op sociale media gaan verhalen rond dat de aanvaller moslim is en nog maar net in het land woont. Maar de politie zegt dat dat niet klopt en dat de verhalen op sociale media vals zijn. De aanvaller is wel in het Verenigd Koninkrijk geboren en de politie zegt dat hij niks met de islam te maken zou hebben. Waarom hij het danskamp heeft aangevallen, zoekt de politie nu uit. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.